In november en december is door TNO en de Vrije Universiteit Amsterdam wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de Peelhandbreuk. Hiervoor is een sleuf gegraven van 50 meter lang en 4 meter diep. Op 19 december was er een open dag waarop het publiek de plek mocht bezichtigen. Welkom allemaal in de sleuf in Bakel. We zijn hier omdat de Peelhandbreuk hier loopt. Die wilden we graag opgraven. En je kunt hem hier zo zien lopen. Hij loopt van het zuidoosten naar Roermond. Dan kan je hem in Brabant vervolgen tot aan Os. Dat is over een behoorlijk grote afstand. En dat zie je in allerlei verschijnselen hangen ermee samen. Onder andere grondwaterstandverschillen, hoogteverschillen. Kan je hier ook wel een beetje zien, daar is het hoger terrein dan hier zo. Hier is het wat lager. Dat heeft allemaal te maken met de beweging in de aardkorst. We zijn betrokken bij het project Breuken Beleven. En wij zijn als waterschap zeer geïnteresseerd in die breukenstelsels. Dat is een kenmerk voor het Brabantse landschap. Omdat het alles te maken heeft met het hele watersysteem. De oppervlaktewater, de slootjes, de kanaaltjes, die staan allemaal weer in verbinding met het grondwater. En die zijn weer van invloed van die breuken. Hier vinden we zo'n breuk. Hier wordt heel uitvoerig onderzoek gedaan achter mij door TNO, door de VU in Amsterdam. En die zijn ook zeer geïnteresseerd in deze locatie, want het is eigenlijk pas de tweede keer in Nederland dat we de Peelhandbreuk zodanig kunnen onderzoeken. Die breuk is heel erg van belang, omdat die loopt kilometers diep de grond in. Aan de ene kant van de breuk staat het water misschien op een meter, terwijl aan de andere kant de waterstand op 3 meter staat. Als wij nog stuurtjes plaatsen vanuit het waterschap, is het natuurlijk erg interessant om te weten waar het stuurtje best geplaatst wordt. Is dat de ene kant van de breuk of de andere kant? En dat kan heel veel uitmaken. Vandaar dat we zo geïnteresseerd zijn in die ondergrond. Blijft er straks na afsluiten van dit project hier nog iets zichtbaar voor geïnteresseerde mensen? We willen toch een aantal, en dat zie je hier ook op de achtergrond, profielen. Dus dat zijn lakprofielen noemen we die. Dat zijn afdrukken van de bodem maken. Zodat de mensen die later kunnen ervaren van hoe zag dat dan in die ondergrond nou eigenlijk daadwerkelijk uit. Dus dat gaan we doen. We gaan ook een aantal kenmerken in het landschap aanbrengen. Zodat mensen de beleving kunnen hebben van waar loopt exact die breuk. Hoe gaan die kenmerken eruit zien die jullie aanbrengen? Ja, we willen een aantal landscapes, noemen we dat, van die frames gaan plaatsen van metaal. En op die metalen frames staat precies aangeduid waar die breuk loopt. Nou, we kunnen dat ook met informatiepanelen doen en we kunnen dat met deze lakprofielen gaan duiden. Dus de lakprofielen zijn straks te zien hier in de buurt? Ja, we willen een lakprofiel bijvoorbeeld neerhangen bij de recreatieve poort Landgoed Nederheide. Dus alle belangstellenden die kunnen later daar gaan kijken hoe dat precies in de ondergrond eruit zag. De breuk loopt precies hier. Hier is die heel scherp, een hele nauwe zone van 5 centimeter breed. Maar hier vertakt die wat. Het zijn er meerdere breuktakken die tegelijkertijd verplaatst hebben. Heel opvallend is dat de doorworteling van de bomen heeft plaatsgevonden langs barsten die samenhangen met de breuk. De breuk is in staat om grondwater tegen te houden. Er is een verhang van de grondwaterspiegel op grote afstand van ongeveer 2 meter dankzij de aanwezigheid van het breukvlak. En de breuk die kan dat doen doordat langs het breukvlak fijnkorrelige sedimenten, zoals heel fijn zand en kleien, versmeerd zijn geraakt. Die versmeerde zanden en kleien die pleisteren als het ware het breukvlak dicht, maken het slecht doorlatend, waardoor de grondwaterdruk op kan lopen. Er is dus sprake van een grondwaterstijging op het verschil aan weerskanten van de breuk. Ik zie hier aan deze kant een heel golvend patroon. Kunt u daar iets over uitleggen? Dat golvende patroon is voornamelijk een gevolg van permafrost die aanwezig is geweest tijdens de afzetting van deze sedimenten. De sedimenten stammen uit de laatste ijstijd. Tijdens die laatste ijstijd hadden we hier permafrost. En aan de bovenkant van een permafrostbodem, daar is het altijd heel erg zompig in de zomers vanwege de opwarming aan het oppervlak. En die zompigheid die zorgt ervoor dat sediment, zand en klei kan vervloeien. Het zakt wat in en het komt wat omhoog.
het water wat langs de breuk omhoog komt. Dat is heel veel water. Deels is dat water 50 jaar, deels 100, maar deels ook 1000 jaar oud. Hè? Dus kun je je voorstellen, het water wat hieruit komt is deels ook in de middeleeuwen gevallen.